Vandaag gaan we kijken naar 5 TikTok-trends die echt niet kunnen. En we hebben hier gelijk de allereerste TikTok-trend. En ja... 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 Oké, deze eindigt wel een beetje heel erg eng. Ik weet niet wat daar gebeurde. Maar de TikTok-trend is dus dat ze hun hoofd naar beneden doen. En dat je dan zeg maar... Ja, dat ziet. En deze TikTok-trend moet dus voorstellen van... Als je zeg maar... Ja, het... Dit gaat gebeuren. De... Van... Achteren, dan moet je dus dit zien. Dit is, ja dit is zeg maar een trend op TikTok. En ik denk toch, TikTok is toch gewoon een app voor kinderen en jongeren. En leuk en aardig en gewoon dansjes. En dan komt er opeens zo'n trend als dit. En er zijn veel meer trends als dit. Sterker nog, ik heb er nog 4 die net zo erg zijn. Of misschien wel erger. Dus laten we gelijk doorgaan naar de volgende TikTok trend. Ik zeg niet dat ik deze TikTok trends trouwens vervelend vind. Ik heb hier wel van genoten hoor. Maar we gaan door naar de volgende. Maar voordat we doorgaan naar de volgende, laat ik elke video zien iedereen die geabonneerd heeft op mijn kanaal. Dus shout out aan al deze mensen die gisteren op mijn YouTube kanaal geabonneerd hebben. Ik heb echt dikke lof naar jullie. Kijk eens aan, kijk hoeveel het er ook zijn. Dit is toch niet normaal. Kijk, ik kan zo lang doorklikken. Shout out naar iedereen. Shout out naar Arjan, Snader, Kai van Egmond, Dure Boys. Hoe lang kan ik doorklikken? Het is niet meer normaal. Ravi, gekke dagelijkse vlog, Boving. Ja, dat was het wel. Linsa Robben, Shadowfire. Shout out naar jullie allemaal. Wil je dus een shout out in mijn volgende video? Vergeet dan nu niet te abonneren. Want ik krijg gewoon een shout out. Echt letterlijk iedereen die abonneert. Oké, de volgende TikTok trend is de tandenpasta TikTok trend. En dan denk je, Mick, hoezo gaat dat te ver? Nou, kijk maar. Dit is de tandenpasta TikTok trend. Ja, en deze... deze viel nog misschien een beetje mee, maar het wordt steeds heftiger. Zoals deze. Kijk, zeg maar... dit moet zeg maar iets voorstellen, snap je? Het is tandenpasta. Nou, deze viel trouwens wel heel erg mee. Oké, wacht. Even eentje die echt heel heftig is. Is dat deze? Deze is waarschijnlijk, ja, dit. Dit is... Kijk, jongens... Jongens, ja, het is niet... Nogmaals, ik vind het niet erg. Maar hoort dit op een platform als TikTok? Nee, gewoon niet. Want heel leuk dat ze zeg maar die tandenpasta uit hun mond doen. En ja, het is gewoon... Het is, ja, Jezus Christus, man. Jezus. Dit kan toch niet? Kijk, zo. Nou, ik denk dat we snel door moeten gaan naar de volgende TikTok-trend. Maar ja, dit is dus letterlijk een trend dat meiden tandenpasta uit hun mond laten lopen. En die tandenpasta moet natuurlijk dikke vette. Oké, de volgende TikTok-trend gaat niet per se seksueel te ver, maar gaat gewoon te ver. Namelijk, dit is een trend voor mensen die dan scheve tanden hebben. En die dat dan letterlijk recht gaan maken met hun vijlen. Dus ze gaan hun tanden, zeg maar, vijlen met zo'n... Die eigenlijk bedoeld zijn voor je nagels. Zodat hun tanden gewoon recht zijn. Ja, en hier wordt in deze video verteld door deze leuke meneer dat dat allemaal slecht is voor je. Natuurlijk is dat slecht voor je. Je tanden gaan vijlen, zodat ze recht zijn. Waar gaat TikTok naartoe? Ik zweer het je. Dan ben je niet goed in je hoofd als je dat doet. Dan ben je echt niet goed hoor. We gaan door naar de volgende TikTok trend. Ik pak trouwens de hele tijd... Koptelefoon, ik heb jou niet nodig vandaag. En van de volgende TikTok trend nummer 4, heb ik zeker weten wel genoten. Namelijk, dit is de small waist, pretty face en een big bangs. Oftewel, deze TikToks. Ja, ik heb hier wel van genoten. Ja, ja, ja. Het is gewoon letterlijk een TikTok trend waarin meiden hun kont laten zien. Daar komt het eigenlijk gewoon om neer. Dat is letterlijk deze hele TikTok trend. En dan laten deze meiden hun kont zien, krijgen ze superveel likes, Instagram volgers erbij en maken ze waarschijnlijk nog een OnlyFans account erbij. Verdienen ze heel veel geld, puur omdat ze een grote kont hebben. Welkom in 2021. Wat een topjaar. Ja, ja, ja. Zeg maar, ja, ik hoop dat ik nooit een dochter krijg. Dat is echt oprecht zo. En sorry als ik een dochter krijg die dit nu kijkt over 20, 30 jaar. Het spijt me dat ik dit heb gezegd, maar ik hoop dat ik nooit een dochter krijg die dit soort dingen doet. Ik zou echt... Maar iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt. Op zich heb ik er ook helemaal geen problemen mee, weet je wel. In Nederland valt het ook allemaal wel mee hoeveel Nederlanders deze trend doen. Het is meer in Amerika, zijn ze helemaal wappie. Alles voor de fame, alles voor de fame. En laten we gelijk doorgaan naar de volgende TikTok trend, dames en heren. En deze TikTok trend vind ik het allerverste gaan. En daarom ook op nummer 1. Van de raarste TikTok-trend van dit moment. Letterlijk de trend. Ik ga het niet eens vertellen. We gaan gewoon kijken. Dit is de trend. So I saw girls putting ice cubes in their poesje. In hun poesje, zeg maar. So I thought I'd try it. Oftewel, ik ga het even lekker proberen.
Ik dacht, dit gaat echt niet werken. En ja, I was shocked by the results. Oftewel, ik was gechoqueerd bij de resultaten. Het is een trend, dames en heren. Het is een TikTok-trend. Waarin vrouwen ijs in hun poes stoppen. En dat voelt dan goed. Ik denk dat het niet heel chill is. Maar ja, ik heb ook geen poes. Maar ja, gewoon de manier hoe ze ook reageren. Net alsof ze gewoon... Het gaat zo te ver. Het gaat zelfs zo te ver dat ik me niet comfortabel voel om erop te reageren. En geloof me, ik heb veel op vrouwen en shit gereageerd. Dus dat ik zeg maar oncomfortabel word, is ziek. Dat is gewoon lijp. TikTok. Waar gaat het naartoe? Het is niet normaal. Het is niet normaal, dames en heren. En er zijn er ook gewoon honderden duizenden hiervan, hè. Letterlijk, ze pakt ijs, ze stopt het erin en kijkt gewoon letterlijk alsof ze klaar komt of zo. Het is net alsof ik een TikTok maak dat ik aan mijn pik ga trekken en mijn reactie... Besef dat... Nee, maar ja, ik ben klaar. Ik kan niet meer verder. Dames en heren, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Dit waren de top 5 raarste TikTok trends. En deze kan ik waarschijnlijk elke maand maken. Want elke maand komen er weer 5 nieuwe super rare TikTok trends erbij. In ieder geval, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor een shoutout in de video van morgen. En dan zeg ik, Mick out.